In 2021 lanceerde Samsung een baanbrekende beeldtechniek, Neo QLED. Dat was toen een enorme stap vooruit in beeldkwaliteit en we zijn nu zo'n 2 jaar verder en lanceert Samsung opnieuw 2 nieuwe Neo QLED tv's, maar dan in 4K. De QN85C en de QN90C. In deze video leg ik je van alles uit over die 2 nieuwe televisies. En ben jij een gamer, blijf dan zeker even kijken, want aan het einde van de video heb ik goed nieuws voor je. Laat ik beginnen met hoe de Neo QLED 4K is verbeterd ten opzichte van de originele QLED. Nou, ten eerste zit dat hem in de beeldkwaliteit, want je praat nu over 4K televisies en dat was bij de originele QLED niet zo. Verder zit er ook een verbeterde technologie in, de Quantum Matrix. En dat zijn heel kleine LED-lampjes die ieder afzonderlijk hun eigen licht kunnen doorlaten. En dat zorgt voor optimale contrasten en perfecte kleuren. Maar niet alleen qua beeld, ook qua audio hebben de Neo QLED 4K televisies een voorsprong. Sowieso komen ze met Dolby Atmos, waardoor je geniet van uitstekend 3D-geluid. En daarbovenop beschikken beide televisies over Object Tracking Sound. En daar vertel ik je straks meer over. Oké, het is tijd om wat verder in te zoomen op de tv's zelf. En laten we dan beginnen met de QN85C. De allereerste televisie in deze Neo QLED 4K-reeks. En ik moet zeggen, het is een uitstekend debuut. Over de beeldkwaliteit hebben we het al gehad, maar wat zijn nou verdere pluspunten van deze televisie? Los van Dolby Atmos heeft deze QN85C ook Object Tracking Sound, waar ik het net over had. En dat betekent eigenlijk dat het geluid van dat wat je kijkt wordt geanalyseerd door de tv en vervolgens naar de juiste speakers wordt gestuurd. Dit model heeft ingebouwde speakers aan de bovenkant zitten. En dat betekent dat op het moment dat in de film bijvoorbeeld een helikopter overvliegt, je dat geluid ook daadwerkelijk van boven hoort. Zo kijk je de film niet alleen, maar krijg je het gevoel dat je echt midden in de actie zit. Ja, ook over het design van de QN85C niets dan lof. Om te beginnen is die nog geen 3 centimeter dik en bovendien ziet hij er best fraai uit. Niet onbelangrijk als je het mij vraagt, want zo'n tv staat toch vrij pontificaal in je kamer en dan is het mooi meegenomen dat hij er zo mooi uitziet. Dan de QN90C. Die is in eigenlijk alle facetten een tikkie beter dan de QN85C. Te beginnen met de beeldkwaliteit. De QN90C is een stuk helderder, tot 2000 nits. Bovendien heb je geen last meer van irritante zonnestralen op je beeldscherm, want met de ingebouwde antireflectie heb je zelfs op de zonnigste dag van het jaar perfect beeld. De QN90C heeft ook Object Tracking Sound Plus en dat is net ietsje beter dan bij de QN85C. De QN90C heeft bijvoorbeeld aan de zijkant ingebouwde speakers en dus niet alleen aan de bovenkant, waardoor je het geluid en de actie nog beter beleeft. Tot slot had ik nog goed nieuws voor de gamers onder ons. De 43 inch en de 50 inch varianten van de QN90C komen met een 144 Hz refresh rate. En bovendien hebben ze ook nog een HDMI 2.1, dus je kunt de techniek straks echt niet meer de schuld geven als je verliest. De beelden zijn haarscherp, de input is laag en de combinatie van topgeluid en topbeeld zorgen eigenlijk voor een top gaming experience. En voor de liefhebbers van console games onder ons, je kunt nu gebruik maken met deze Samsung TV van cloud gaming. Geen fysieke console, geen fysieke games meer. Met Game Pass Ultimate van Xbox kun je gewoon gamen via de app en heb je zelf dus geen Xbox nodig. Denk jij nu, ik moet een van deze 2 tv's in huis hebben of misschien wel allebei? Check dan even deze link of check de beschrijving en vergeet ook niet te liken en te subscriben. En dan zien we je heel graag de volgende video weer terug. Ciao!